Het is een beetje, eigenlijk gewoon een beetje niksig dit, toch? We zijn in de stad Groningen, zoals u ziet, bij Albertus Magnus. Ja, dat is ook niet te missen inderdaad. Want hier gaat Klaas Dijkhoff, de fractieleider van de VVD, vanavond de eerste show doen in zijn reeks Stand-up Politics door het land. Klaas Dijkhoff hier. Ja hoor. Ja? Ja. Fan? Absoluut. Fan? Allemaal van Klaas Dijkhoff hier? Ja, zeker. Fan van Klaas Dijkhoff? Nou, dat niet. Speciaal. Niet speciaal, oké. Okay. Fan van Klaas Dijkhoff? Tuurlijk, zeker. Ja. Wat is de VVD'er in jou? VVD'er in mij? Ja. Ik kom hier gewoon om Klaas Dijkhoff te bekijken. Mag ik een daverend applaus voor Klaas Dijkhoff? Fijn dat jullie er zijn. Ik kan niet eens zien wat ophoudt, dus dat is een goede zaal. Mag ik iets vragen, meneer? Oké. Okay. Mag ik iets vragen, meneer? Nee? Oh nee, het is allemaal een spannend publiek. Mag ik iets vragen, meneer? Jawel, hè? Ja, ja. Wat is dit nou waar we naar kijken? Wat het is? Ja, wat is het nou eigenlijk? Dit is een politicus die op een vrij toegankelijke manier vertelt wat er in Den Haag gebeurt. Ja. Wat is het stand-up hieraan? Nou, die staat denk ik. Ja. Dat staat. Ik sta ook. Ja. Het is cabaret en politiek in één. Persoonlijk heb ik het gevoel dat hij voornamelijk voor eigen publiek spreekt. Ja. En dat gaat hem goed af. Wat is een echte liberaal? Vrijheid voor iedereen. Voor alles en iedereen. En ik denk dat dat in de meest ruime manier van het woord ook moet worden geïnterpreteerd. En daarbij hoort, ja, als iedereen aan zichzelf denkt, wordt er aan iedereen gedacht. Dan krijgen we een hele discussie over straatnaamwoorden. Er zijn te veel straten vernoemd naar witte mannen. Nou, ik heb net nog gegeten aan een restaurant op de Oriëntatielaan, ergens hier in de buurt. Ik denk, nou, noem dat dan maar iemand anders. Wat was het nou eigenlijk voor iets? Ja, dit is stand-up politics. Dus je doet en politiek. Ja? De cabaretier die voor de lach zorgt. En vragen uit de zaal die ik beantwoord, maar ik hou natuurlijk ook mijn eigen verhaal. Is dat heel Amerikaans of is het nou heel erg Jesse Klaver? Nee, we hebben het zelf bedacht. Ja? Ja, het is van ons. We zullen nooit proberen echt een diepzinnig antwoord te geven op een politieke vraag die je stelt. Het is een beetje, eigenlijk gewoon een beetje niksig dit, toch? Waren jullie nog bij Klaas Dijkhoff net of niet? Vind je het ook belangrijk dat een politicus iets uit de losse mouw schudt? Of wil je juist dat hij een serieus doordacht verhaal houdt? Nou, eigenlijk niet, hè. Want het is natuurlijk wel leuk als hij een beetje nuchter is. Als hij iets uit de losse mouw schudt natuurlijk. Dat het niet zo politiek correct allemaal nagekoud is natuurlijk. Die Dijkhoff was wel, ja, dat is wel gewoon een leuke, nuchtere gozer. Dus die maakt het op zich wel leuk allemaal, ja. Maar hier is dus helemaal niemand meer nu, hè. Kijk, dit is nu leeg. Martijn zal het even laten zien. Dit is dus het afterparty, dames en heren, van Klaas Dijkhoff... Stand-up politics. Ik zeg biertje, Matthijs.